En de nalatenschap van de apartheid-grondlegger Dr. Hendrik Verwoerd 25 jaar na zijn sluipmoord. Net hierna die handhaver en afbreker van Verwoerdse apartheid in debat. Welkom terug. Samen met ons is die HNP-leier, meneer Jaap Marais, en dan ook oud-minister Fanny Botha. Welkom, meneer. U was beide in het parlement geweest in de tijd van Dr. Verwoerd. U het hem geken. Meneer Marais, u zei, u is die vaandeldraer van Dr. Verwoerdse beleid vandaag. Als hij nog geleefd had, zou hij nog diezelfde beleid gehandhaafd hebben, of niet? Ja, ik is niet de vaandeldraer van Dr. Verwoerdse beleid, nie, maar die nationale partijbeleid. Dr. Verwoerd heeft net die nationale partijbeleid uitgevoerd, wat door al die congressen aanvaard is van 1948 af. En denk je dat zo die positie vandaag nog geweest is? O ja, beslis. Dit beleid was zo succesvol toen Dr. Verwoerd vermoord is, dat er geen reden was waarom dit niet zo voortgezet geweest is. Kijk, die drie belangrijke dingen wat toch destijds die maatstaf zo geweest is, is die economische toestand, onze positie in de internationale politiek, die binnenlandse wet en orde. Je weet, die Rand Daily Mail, wat niet een vriend van Dr. Verwoerd was, nie, het op 30 juli 1966 geschreven: "The nation is suffering from a surfeit of prosperity." Die Financial Mail heeft 2 jaar later geschreven: "This is the decade of the economic miracle. Our problem is not what, how to stimulate growth, but how to restrain it." Dit was een totale succes geweest in Zuid-Afrika, zoals ons nog nooit in die geschiedenis gehad hebben. Ja, maar die essentie, meneer Marais, van die beleid is toch niet die economische beleid, niet. Die essentie was geweest die rassenvraagstuk. Dit is daarom gegaan, is het niet? Kijk, je kan niet beleid scheiden. Die buitenlandse beleid was die sterk beleid wat Dr. Verwoerd gehad het. Hij heeft gezegd, hier mengt niemand in, dat is ons zaak. Daarop is die sterk economische beleid gebouwd. En je moest een sterk economische beleid gehad het om uitvoering te geven aan die beleid van afzonderlijke ontwikkeling. Dus waarom die ding vandaag helemaal mislukt, omdat die economische beleid mislukt het. Die feit is dat met onze internationale positie in die, was zo sterk dat die Rand Daily Mail gezegd het, he can snap his fingers at the United Nations. En in die binnenlandse politiek. Ja, dit was na die Zuidwestzaak geweest, hè? Ja. Dat was daarom niet in het algemeen. Jawel. Nee, na die uitspraak van die Wereldhof. Ja, maar nou goed, hij heeft hem gewend. Zuidwest was onherroepelijk verbind aan Zuid-Afrika. Wat wil je meer gehad hebben? Totale economische succes, internationaal op ons sterkste wat ons ooit was. En binnenlands, zei die Rand Daily Mail de tijd, hij zei, he can claim that South Africa is a shining example of peace in a troubled continent. Nou, wat wil je nou meer hè? Kom eens vragen van meneer Fanny Botha. Meneer Botha, u was daar geweest. Is dit de correcte opsomming? Stem je daarmee samen? U was zelf daar, u het gesteund ook, nee? Kijk, vreek als ik moet zeggen, over die vraag of als Dr. Verwoerd vandaag geleefd had, hij precies zo gedoen had dat hij daar deed bedoeld had om te doen en gedoen had, is natuurlijk een baie moeilijke ding. Een mens kan niet vooruitzien, je kan ook niet weten wat mensen zo gedoen had. Nee. Mens kan alleen afleiden. Als jij een man zoals Dr. Verwoerd gekend hebt, aan de hand van de handelingen, als hij gekomen is voor problemen, wat hij gemeen dat anders dus uitdraait en hij dan een beslissing moest nemen. En dat kan 2 gevallen. En in die 2 gevallen noem ik aan u om voor u te zeggen, sterk man zoals hij was, en net een sterk man kan op zijn pad omdraaien, sterk man zoals wat hij was, en reus wat door allemaal vertrouwens en door zijn partij feitelijk slaafs nagepolst is bij tijd, heeft Dr. Verwoerd bij 2 gelegenheden bij interessante houdings aangenomen. De eerste was geweest toen hij als eerste minister een standpunt moest innemen over republiek worden. U weet, het was een nationale partijse beleid voor die tijd. Advocaat Strijdom was een sterk voorstander van die gedachte dat je kan niet een republiek krijgen dat niet op een brede grondslag van die volkswil rust niet. Ja. Die standpunt was geweest, verschillende partijen, leiders, verschillende standpunten ingenomen, maar een minimum van 2/3 meerderheid. Dat was ook die standpunt dat het 75% meerderheid moest zijn. Maar toen Dr. Verwoerd voor die situatie te staan kwam, het besluit moest nemen. En die gevaar van die republiek en die bereiking daarvan een gevaar zou wees. Toen besluit hij, man alleen als leier, en is dit is aanvaard, besluit hij dat de gewone meerderheid. Ik onthoud baie goed hoe hij in die parlement op het tussenwerpsel zijn vinger opgesteken. Toen voor hem gevraagd, wat bedoel je toen zei, 1 is een meerderheid. Ja, meneer Botha, maar kan ik voor u vragen, als hij nu op beginselzaken vandaag nog geleefd heeft, zou hij dan gebleven? Zou hij zeggen, hij zou anders te besluiten? Kom, ik noem voor je al een voorbeeld. Zeg, maar rassenvraagstukken. Ja, u weet, dit was gebruik geweest.
dat ons in Zuid-Afrika, dat zwart is in Zuid-Afrika niet, blanke drank kon gebruiken. Mm. En er was naderhand een situatie op die witwatersrand vooral, met die Bayerische beans en al die problemen die daar rond ontstaan het, dat daar sterk gevoel was dat weggedoen moet worden met die beginsel. En ik zal nooit vergeten bij die gelegenheid toen dokter Verwoerd opgestaan had, nadat zijn minister, wat hij na die tijd opgestaan had, eens die beleid wat hij baie prachtig uitgespeld had, weer herhaal. Toen staan dokter Verwoerd op en zei ja, dit was die standpunt tot gisteren. Maar nu zal dit moeten veranderen, want nieuwe factoren uit naar voren gekomen. En toen noem hij al die factoren 3, 4 redes. Net zo oortuigend als die ander. En het hij bij later gelegenheid, het hij die woorden gezegd, als een mens op die ontwikkelingspad voor een situatie te staan komt, dat jij ziet dat omstandigheden waarover je niet beheer hebt, andere factoren naar voren. U was toch ondersteuner van hem geweest? U was eerste afbreker geweest van apartheid met werkreservering. Kijk, dit het gegaan, u verwijst nu naar die hele arbeidssituatie. Ja. Ik ben destijds minister van arbeid en toen minister van Manneke geworden. Ja. Dan vraag je hoe komt. Ja. Omdat het onhoudbare situatie in Zuid-Afrika geworden is. Hoe komt? Feite is dat, dat hierdie land het op dat stadium 5,5 miljoen zwart mensen gehad. Wat in hier een groot aantal fabrieken van ons gewerkt heeft. Hmm. En Zuid-Afrika, volgens die beleid van die tijd, heeft ons twee dingen een beleid neergelegd wat onhoudbaar geworden is. Die een is, hierdie 5 miljoen zwart mensen, wat die ruggraat gevormd van die economie van Zuid-Afrika, is niet toegelaten om zelf te associëren, met andere woorden, kon die vakbonden stichten. Ja. Dat is punt nummer 1. Punt nummer 2, is hierdie personen niet toegelaten. Kan je net door die punt komen, alsjeblieft, meneer Boot, anders wil meneer Marijn nog een kans geven. Die tweede was geweest dat zulke personen niet kon deelnemen in een onderhandelingsproces. Nee. Mm. Dat was onhoudbaar. Dat moest veranderen, anders had ons totaal vastgelopen en een positie wat onhanteerbaar zou geworden. Dat was onder druk van die Amerikaners wat jullie wil veranderen. En laat ik veel nog verder zeggen. Dat was in Amerika waar die Amerikaners voor me zeiden, jij moet ondernemen dat jullie gaan werkreservering afschaf en die vakbonden nou erkennen. En wat er gemors het jullie gemaakt daarna niet van die? Nee, die stakings kost ons nou miljarden randen elke jaar. Jij hebt gezegd dat jullie erkennen nou vakbonden zodat het geregistreerd en beheer kan worden. Niet in het geregistreerd nie. Dat is minder beheer nu als wat er ooit was over die dingen. En die communistische partij gebruikt COSATU nu om die land onregeerbaar te maken. Dat is al resultaat wat je hebt van de dingen wat jullie gedoen hebben onder die Amerikaanse druk. Meneer Robinson. Ja, en ons is nog bezig met vervoer. Zou je nou zeggen dat dokter Verwoerd zou niet zo'n stap genomen hebben? Kijk, meneer Boerta heeft verwijst daarna dat dokter Verwoerd gezegd heeft in verband met die drankwet. Dit was net nadat hij in 1960 geschiet was. Maar die boodschap wat hij gebracht heeft aan het parlement, wat Dunjes daarvoor gelezen heeft, hij heeft gezegd, die onluste is geen reden waarom die nationale partij zijn beleid in verband met afzonderlijke ontwikkeling in die geringste zal veranderen. Daar is een randeierdingetje, die drankwet, je weet het. Maar die kardinale beginsels waarop die nationale partij regeert, heeft dokter Verwoerd diergaans gehandhaafd en hij was nooit van plan om dat te veranderen. Nou, maar hoe kan u nou sê vandag, meneer Marais, kom ons kom vinnig by daardie punt. Hoe sal u sê vandag kan een mens daai beleid toepas en die instemming van al die swart mense in Suid-Afrika kry om dit te aanvaar? Kyk, ons moet praat oor die nalatenskap van dokter Verwoerd. Dokter Verwoerd se nalatenskap moet jy toets op 6 September 1966 toe hy vermoor is. Vandag se toestand is nie dokter Verwoerd se nalatenskap nie. Ja, maar u volg nog sy beleid na. Ja, maar dit is hierdie verworde regering wat nou een beleid toepas direct in teenstelling met dokter Verwoerd. Dus die toestand wat vandag bestaan is soos voor die nationale partij in 1948 oorgeneem het. Geleidelik sal jy weer die beleid kan toepas omdat dit die enigste beleid is wat die minste kans wat die enigste kans het om sukses te hê. Waar sal die swart mense daartoe toestem? Het u al self met swart mense gepraat? Leiers vandag wat sê ja, alles sal daarvoor gaan. Ik heb niet met leiders gepraat, maar ik heb met baie zwart mensen gepraat. En ik heb niet die minste twijfel nie, dat elke zwart mens beskou hom nog als behorende tot die Zulu-volk, die Xhosas, die Wendas of wat er. Ja, maar in een eie thuisland. Onafhankelijk. Ja, en wat iets gehoor in ons inzetsel ontkend het, nee, dat soos mense soos hoofminister Boetelesi, wat sê nie, hy wil dit nie dit doen. Boetelesi se koning
Cyprian Bekkezulu, toen dokter Verwoerd vermoord is, heeft hij met de grootste lof gepraat en gezegd: dokter Verwoerd is de grootste vriend van die zwartman. Sabalala, een zakenman van Soweto, heeft gezegd: dokter Verwoerd is die man wat de meeste voor die zwart mensen gedaan heeft, wat ooit in Zuid-Afrika gedaan is. Maar daar is 25 jaar voorbij. Wat weet hierdie mensen van die toestand van daar en daar? Dokter Verwoerd was de toonbeeld van succesvolle staatsmanschap wat ons ooit in die geschiedenis gehad heeft. Uw reactie net vinnig, meneer Botha, ons is aanslaan. Kijk, er is natuurlijk hele aantal dingen wat meneer Marais gesê het wat niet correct is, nie. Eerste instantie... Geef ons net kort opsommen, uw standpunt. Kijk, die standpunt wat daar oor gegaan het, ek neem aan u praat oor die aangeleid wat ek persoonlijk mee te maken gehad het. Is dit wat u wil hê? Ja, die punt wat ek vroeg net gauw van u wil hoor is, sal u sê vandag moet daar een ander beleid gevolg word? Die oude standpunt wat u zelf verdedig het, is niet houdbaar nie, ja of nee? Ja, die standpunt wat ons ingeneem het nationale partij is een houdbare standpunt. De feit is dat Zuid-Afrika het in een crisis in beland, omdat ons volgehoud met een beleid wat net niet kon slagen, kon niet economisch slagen. Die thuislanden, zogenaamde thuislanden wat ons vandaag heet, is allemaal klagelijke economische mislukkings. Eerste instantie, daar is geen infrastructuur, nie. Daar is misschien infrastructuur om mensen zo te lokken, die daarom. Was die vooruitschouwing om in 1978 een teruggang te hebben, het net niet gebeurde. Nie. Ja. Trouwens, die massa's uit die economie teruggekomen. Ja. Wat meer is, Zuid-Afrika is totaal uitgeschakeld in de wereld daarbuiten. Onze economie is in flarden. Hier is revolutie in die land, omdat ons menselijke rechten vernietigen en miskennen. Baie dank, meneer Botha. Laatste woord, baie kort van u, alsjeblieft, meneer Marais. Baie kort. Het succes van het beleid wat dokter Verwoerd gehad heeft, is bewijs. En die mislukking van die tegenstelling is nou ook bewijs. Wat meneer Botha nou sê, is die zichtbare bewijs van die mislukking toe hulle afgeweik het van die beleid van dokter Verwoerd. Baie dankie meneer, baie dankie vir die deelname vanavond en vir my goeie nacht.